Welkom bij mijn wekelijkse videovlog. De laatste paar weken heb ik me verdiept in het boek Joe Speedboat van Tommy Wieringa. Dit is Tommy Wieringa. Een leuk feitje. Tommy Wieringa ging ooit een keer naar de hogeschool in Zutphen en ontmoette daar een jongen die zei dat zijn klasgenoot er niet was omdat hij in coma lag. 25 jaar later dacht hij, wow, dat is best een leuk hoofdpersoon voor dit boek. De hoofdpersoon is de slimme Fransje Hermans. Hij ontwaakt net uit zijn coma en is gehandicapt. Hij kan niet meer praten, wel heeft hij nog kracht in zijn arm. Hij woont in het dorpje Lomaak waar hij veel dingen beleeft. Hoofdzakelijk bestaat het boek uit twee delen. Het eerste deel is penseel. Fransje ontwaakt uit zijn coma en hij ontmoet Joe Speedboat, de nieuwe jongen in het dorpje Lomaak. Hij is een echte durval, durft alles, doet alles en alles lukt hem dan ook. Verder ontmoet je ook nog andere vrienden van Fransje en maken ze samen veel dingen mee. Er gebeurt dus heel veel in het dorpje Lomaak. Er wordt een bom gebouwd, Fransje wordt verliefd en ze bouwen zelfs een echt werkend vliegtuig. In deel 2, genaamd Zwaard, vindt Fransje zijn liefde in armborstelen. Ook overlijdt er een hele goede vriend van hem. En het heeft ook in mijn ogen een bijzonder einde, wat ik zeker niet ga verklappen. Daarvoor moet je echt even het boek gaan lezen. Het motto is, er wordt gezegd dat een samurai een tweevoudige weg heeft van het penseel en van het zwaard. Dit is geschreven door Miyamoto Musashi. Dit motto heeft veel te maken met het boek. Ten eerste omdat Fransje zichzelf een samurai vindt. En ten tweede omdat het boek in twee delen is opgedeeld, dus penseel en zwaard. In deel 1 is Fransje zijn wapen zijn penseel. Hij schrijft al zijn gedachtegangen op en zo uit hij zich. En in deel 2 uit hij zich op een heel andere manier door het armworstelen. Het boek staat vooral in het teken van desillusie. Een goed voorbeeld hiervan is dat Fransje zijn enige kracht gebruikt om briketten te maken, een opdracht van zijn ouders. Hij maakt er heel veel, want hij denkt dat hij nodig is, dat mensen ze willen hebben. Ze worden ook heel veel verkocht, dat denkt hij. Later blijkt dat ze helemaal niet verkocht worden, dat zijn ouders hem hebben verraden. En dat is natuurlijk een hele grote desillusie voor de jongen. Daarnaast is Joe Speedboat denkt dat hij alles aan kan, maar achteraf blijkt dat ook niet, dat hij ook kan falen. In mijn ogen zijn de twee grootste motieven vriendschap, want eigenlijk gaat het hele verhaal over de vriendschap tussen de jongens, en avontuur, want zonder de avonturen die ze meemaken was er eigenlijk helemaal geen verhaal. Dan nu het moment waar jullie allemaal op hebben gewacht, mijn oordeel. Ik geef dit boek een 7. Ik vond het een leuker boek dan verwacht. Het begon voor mij heel leuk, heel veel sensaties, zoals ik al zei, heel veel gebeurde er. Dat nam voor mijn gevoel af toen de jongens gingen studeren, halverwege het boek. Maar in deel 2 herpakte het boek zich weer helemaal. En toen het armworstelen begon, begon ik weer geïnteresseerd te raken. Het was wel een gemiddeld leesbaar boek, naar mijn mening. Veel moeilijke woorden, veel spreekwoorden zaten erin. Ik moest vaak langer nadenken over zinnen, maar dat vond ik ergens ook wel weer leuk. Veel recensenten waren het met me eens. Bijvoorbeeld de Telegraaf. Fraai taalgebruik, mooie metaforen en een ode aan de verbeelding. Nou jongens, dan zijn we toch echt aangekomen bij het einde van mijn videovlog. Bedankt voor het kijken. Lees het boek, het is echt een aanrader. Wel een beetje pittig, maar voor de ervaren lezers zeker doen. En hopelijk zie ik jullie volgende keer weer. Doei doei!